Categorie mafketels is ook aanwezig. Ja, je hoeft je niet voor te stellen volgens mij. Nee, ik ben Bert, hè. Ja. En dan ben jij? Ja, Ernie. En het was best warm onderweg, maar daar hebben we al 10.000 keer aan moeten horen vandaag. Leg eens uit, jongens, waarom Bert en Ernie? Een halve marathon hebben we al vaker gedaan. En we hadden gedacht dat het lekker koel zou zijn, dus we konden wel een warm pakje gebruiken. Maar ja, het was zo iets 10 graden warmer dan we gedacht hadden. En een halve marathon lopen kan iedereen natuurlijk op zijn gewone schoenen. En dat is toch een nieuwe uitdaging. Nou, Bert kan het dus ook, schijnbaar. Ja, Bert kan het ook. Nou hoop ik dat Inimini en Pino ons gaan volgen. Maar we doen het voornamelijk voor het publiek, want ja, die zijn altijd zo enthousiast. En we willen gewoon iets terugdoen van die mensen. Zeg eens, wie was er beter, Bert of Ernie? Nou, Bert heeft Ernie er echt doorheen moeten trekken, want ik kneep het na 10 kilometer punt echt gigantisch af. En het was een geweldige happening. We zijn vele malen gefotografeerd en toegeroepen. Maar, hoe zou dat komen? Ja, ik weet het ook niet, maar het was fantastisch onderweg in ieder geval. Ja, ik kan me voorstellen dat je voortgestuwd wordt door alle aanmoedigingen die je krijgt, want je bent natuurlijk een aparte verschijning. Ja, het is echt ongelooflijk. Al die kleine kindjes ook staan vol bewondering te kijken. Grote ogen van, shit, ze zijn het echt. Nou, dat is gewoon fantastisch. Tot slot, volgend jaar als Cookie Monster de hele marathon? Daar hebben ze maat schoenen niet voor, dus denk ik niet. Verschillende mensen doen mee hier aan de halve marathon. Zo te zien ook een Indiaan. Ja. Wat voor verhaal zit erachter? Een Indiaan uit Gelderop, maar ik moest hazen voor... Dat is een zeldzaamheid, hè? Ja, ik moest hazen voor 2:15. En dan kunnen de mensen mij goed zien, dus daarom die veren. En het is goed gegaan, het is alleen een beetje te warm. Dus, is het gelukt, 2:15? Nee, 1 minuut 45 eroverheen. Maar dat komt omdat we toch wel wat gewacht hebben op elkaar. Flink getraind? Altijd, hè? 3 keer in de week minstens. En dan ook met een voorbereidingsprogramma van Marathon Eindhoven. En dat ging heel goed. En ook want Eindhoven is een jaarlijks evenement voor u? Voor Logo zeker, hè? Er lopen ongeveer 100 mensen van Logo mee, dus in totaal, hè? Dus dat is heel goed. Logo traint er eigenlijk het hele jaar naartoe. Dat is echt het evenement van het jaar voor onze club. Nou, je ziet het, een bijzondere man hier getooid met een veer op zijn hoofd. Er doen veel bijzondere deelnemers mee aan de halve marathon van Eindhoven. En collega Ronald Streeter heeft er ook eentje te pakken. Nou, wat ik hier nou weer voorbij zie komen, wat is dit? Ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ik vier een kroonjaar. En dank zijn mijn trainingsdames van Eindhoven Atletiek heb ik weer een halve marathon gelopen op mijn 60ste. 60. Nou, dat is niet missen. Nou, roep het nog een keer. 60. Ik ben heel 60. Erg trots, ja, maar ik heb het dankzij die twee dames. En iedereen van Eindhoven Atletiek heb ik het gered. Ja, je staat erbij alsof het vanzelf ging, ondanks de 60. Nee, ik heb het nooit zo slecht gelopen, maar het was mijn mooiste halve marathon. Hoe ging het bij u? Ja, nou prima. Ja, ik liep gewoon de laatste 2 kilometer zo samen. Ik was al gefinished in 59. Blij dat erop zit? Ja, het was wel een warme dag, dus het was zwaarder dan normaal. Ja. Ik zou zeggen, lekker naar huis. Ja. De slingers zullen hangen, champagne, wordt het nog een fijne verjaardag? Ja, zeker. We gaan met z'n allen straks een lekker borreltje pakken. Geniet ervan, proost. Dankjewel. Okay. Ja, deze man ziet eruit alsof hij Vietnam overleefd heeft. Wat is er gebeurd? Afghanistan. Hè? Nou, ik ben gevallen bij de 10 kilometer over die mat en op mijn hoofd. En het duurde wel 20, 25 minuten voordat de EHBO of de eerste hulp mij kon helpen. En dan moet ik gewoon even naar de eerste hulp kijken of het gehecht moet worden. Maar anders ben ik ontzettend blij dat ik gelopen. De vorige woensdag heb ik nog een halve marathon gelopen. Maar vandaag liep het voor geen meter en dan ben ik gevallen. Dat wordt helemaal moeilijk. Ja, maar, voor geen meter, u viel na 10 kilometer. Wat gebeurde er precies? Nou, ik viel over zo'n mat. Weet u, daar waar de tijd... De doorkomst. De doorkomst, hè. En ik viel op mijn knie. Ik weet niet wat ik in mijn knie heb, maar mijn hoofd bloedde. En de EHBO heeft mij ambulance ontstekend geholpen. Maar het was weer hier fantastisch. Jullie boffen altijd met het weer. Dat is altijd... Daar kom je niet vaak voor, dat mensen met een tulband roepen dat het hier fantastisch is, hè? Ik vind het gewoon fantastisch, ja. Nee, het was fantastisch. En ontzettend veel mensen. Ik heb het gevoel A, dat er meer lopers waren. B, dat er meer mensen langs de weg stonden. Kan ik me daaraan vergissen?
Ik zou het niet weten, ik heb de cijfers nog niet gezien, maar ze zeggen niet van niks dat Eindhoven de gezelligste marathon van Nederland is. Vind ik ook. En daarna komt de Venloop in Venlo, waar ik dus ook mee loop. Maar ik ben aan beide knieën geopereerd laatst. Dus ik heb er heel lang niet kunnen lopen. Een maand of vier geleden ben ik weer begonnen. Maar het is uitstekend. Je krijgt een kick als je hem gelopen hebt. Ja, want met alle oneffenheden en alle trubbel, zou ik bijna zeggen, blijf toch lekker thuis, joh. Nee, ik blijf niet lekker thuis. Ik kom weer. Nee, en maar geloof ik die halve marathon in Venlo. Nou, okay, dank u wel. Hartstikke bedankt. Het ontgaat Harry een beetje, geloof ik.